Zorgen over verdwijnen gehandicaptenvervoer. OM eist werkstraf voor handtastelijke kleermaker. En Tekening moet Neushoorn redden. Goedenavond, het is donderdag 10 november. Dit is U Vandaag. Nederland kent ruim 4 miljoen mantelzorgers. Dat betekent met een snel rekensommetje dat 1 op de 3 volwassenen mantelzorger is. En vandaag was er extra aandacht voor die mantelzorgers tijdens de Dag van de Mantelzorg. En we praten over deze groep harde werkers met Irene Domburg, directeur van Handje Helpen. Irene, hoe belangrijk zijn mantelzorgers in deze tijd? Nou, mantelzorgers is van alle tijden, want je zorgt voor iemand die je lief is. Maar het is nu... Met name wordt het denk ik wel ingewikkelder omdat mensen ook moeten werken en ook van ze verwacht blijft dat ze blijven participeren. Dus het is wel een... Het wordt zwaar. Taak. Ja, het kan heel zwaar zijn. Absoluut. Ja. Stamgast vandaag is dokter Felix. Jij wil het met ons hebben over vallen. Ja. Jaarlijks komen ongeveer 450.000 ouderen boven de 65 plus te val. En hoe kan je dat proberen te voorkomen? We praten straks uitgebreid met jullie verder, maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. In Stichtse Vecht maken ouders van kinderen met een beperking zich grote zorgen. Leerlingen die ondanks hun lichamelijke of verstandelijke beperking naar een gewone school gaan, worden nu gebracht. Maar de gemeente regelt voor steeds minder van deze kinderen nog het schoolvervoer. Jacqueline van der Linden helpt haar zoon Nick naar school. Hij wordt gehaald en gebracht met een busje. Nick heeft onder meer een ernstige vorm van ADHD en kan niet zelfstandig naar school. Dan raakt hij de weg kwijt. Ja, dat is al heel vaak gebeurd. En er is zelfs al 2 keer een Amber Alert uitgeroepen, omdat meneer echt zoek was en we gewoon ook niet meer wisten waar we moesten zoeken. Dan is hij zo chaotisch en dan raakt gewoon het overzicht kwijt. Nick gaat naar een gewone school, want ondanks zijn beperking kan hij wel meekomen. Hij wil liever niet herkenbaar in beeld, want hij is juist zo blij dat hij op een normale school zit. En hij wil niet dat zijn klasgenoten hem als een buitenbeentje gaan zien. De moeder van Nick weet inmiddels niet meer hoe ze de situatie moet oplossen. Nou, dat is eigenlijk heel slopend. Want ja, weet je, je leven wordt zo in beslag genomen door het op- en neerbrengen van je kind, dat je gewoon nergens anders aan toe komt. Het verhaal van Jacqueline en haar zoon staat niet op zich. Een ander gezin maakte mee dat hun dochter Demi, die een verstandelijke en lichamelijke beperking heeft, zonder verdere aankondiging uit de bus werd gezet. Dus ze moest eruit, ze mocht niet mee, ze zat er al in, maar ik moest het eruit halen. De gemeente zegt dat het een vervelend misverstand is dat het meisje uit de bus werd gezet. De gemeente wil met de families die nu ongerust zijn in gesprek over een oplossing. Jacqueline hoopt dat die er snel komt, omdat ze het zonder hulp niet voor elkaar krijgt. Ik denk dat ik mijn eigen fantasie erop los moet laten. En hoe ik het ga aankleden straks als die geen vervoer meer krijgt. Want dan sta je er toch alleen voor. Ja, de gemeente zegt dat er geen nieuwe regels zijn ingevoerd. En wil op korte termijn in gesprek met deze ouders hierover. Het Openbaar Ministerie wil dat een kleermaker van Defensie een werkstraf krijgt van 240 uur voor het betasten van militairen in opleiding. Doet hij het nog een keer, dan kan de Utrechter er 2 maanden gevangenisstraf bij krijgen. De 30-jarige Milomir M. heeft in juni vorig jaar aan de billen en kruisen gezeten van 17 militairen. Dat deed hij bij het kledingdepot van Defensie in Soesterberg tijdens het aanmeten van de uitrusting. De militairen deden aangifte tegen de kleermaker en hij werd geschorst en is sindsdien niet meer aan het werk geweest. Nou, bij de rechtbank in Utrecht staat onze verslaggever Marco Geitenbeek. Marco, een werkstraf dus en een voorwaardelijke celstraf. Waarom eist het Openbaar Ministerie dat? Nou, het Openbaar Ministerie zegt er zijn veel verklaringen. Je zei het al, 17 militairen die hebben er wat over gezegd. En die verklaren dus dat M aan ze heeft gezeten op plekken waar hij niet had moeten zijn. En het OM zegt, hij heeft gewoon misbruik gemaakt van zijn situatie. Militairen die kunnen over het algemeen wel tegen een stootje. Maar in dit geval vertrouwden ze op M en hij deed het dus verkeerd. En daarom is deze straf passend. Je hebt het over verklaringen van militairen. Wat staat er precies in? Ja, er werden er een paar voorgelezen door de rechter en het bleek wel dat het verhaal al de ronde deed onder de militairen. Zo zei een militair, hij streelde mijn achterste en ging op en neer over mijn kruis. Een andere zei, ik stond met mijn bek vol tanden. En nog een andere militair vertelde dat hij eigenlijk dacht dat dat het een grapje was. Dat hij door zijn peloton voor de grap werd gehouden. Maar het was dus allemaal echt. Ja, de verdachte was er ook bij. Hoe reageerde hij erop?
Ja, die was heftig geëmotioneerd. Hij brak op een gegeven moment ook toen de rechter vroeg hoe het met hem was. Toen barstte hij in huilen uit. Hij zegt dat al die verklaringen die kunnen niet waar zijn. Want voor zijn werk hoefde hij helemaal niet bij bijvoorbeeld het kruis of de billen van militairen te zijn. En hij zegt dat, dat er dus gelogen is. En wat vindt zijn advocaat ervan? Nou, die was duidelijk. Deze zaak heeft een hoop ellende met zich meegebracht voor haar cliënt. Ze zegt eigenlijk, er is ook veel te weinig bewijs in deze zaak. Want er zijn 17 verklaringen, maar voor de rest niks. Luister maar even. Bewijs is flinterdun. Die is er. We hebben alleen een aantal aangiften. Verder zijn er geen getuigenverklaringen die van militairen die iets gezien zouden hebben. Er zijn geen videoopnames, er is geen sporenonderzoek. Er is verder gewoon helemaal niets aan bewijs. Vandaar dat we pleiten voor vrijspraak. Ja, zij wil dus vrijspraak in de zaak. Of de rechter daar ook zo over denkt, dat is de vraag. Dat wordt over 2 weken duidelijk. Dan doet de rechtbank uitspraak. Dankjewel, Marco Geitenbeek. Op de Grebbeberg in Rhenen zijn vandaag 2 militairen herbegraven. Ze kwamen in de meidagen van 1940 om het leven. Steeds vaker willen nabestaanden hier een herbegrafenis als definitieve rustplaats voor oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. In 1940 kwam korporaal Marinus de Wit om het leven. En vandaag wordt hij herbegraven op het militaire ereveld op de Grebbeberg in Rhenen. Het is heel bijzonder dat dit zo kan en gebeurt. Ja. Kleinzoon Maarten de Wit heeft nooit zijn opa gekend. Hij is onder de indruk van de ceremonie. Een mooie ceremonie. Uiteraard heb ik mijn grootvader, mijn opa, nooit gekend. Nog sterker, mijn vader heeft zijn vader zelfs niet eens gekend. Mijn oma, die ik wel gekend heb, die was destijds 3 maanden zwanger toen haar man sneuvelt. Het is een mooie ceremonie. En daar wilde ik bij zijn. Korporaal Marinus de Wit van het 3e bataljon van het 41e regiment infanterie kwam om het leven door een voltreffer op het schietgat van zijn bunker. Met zijn compagnie bemande hij een aantal bunkers aan de Maas bij een spoorbrug vlakbij Buchenem. De Duitsers hebben op 10 mei 1940 geprobeerd om die brug in te nemen. Dat is niet gelukt. Toen hebben ze met geschut vanaf de overkant van de Maas hebben ze de bunkers bestookt. En daarbij is de Wit om het leven gekomen. Marinus de Wit lag op een begraafplaats in Drunen. Maar nu is hij herbegraven op het militaire ereveld in Rhenen. Voor de landmacht is dat heel belangrijk, omdat ondanks dat hij 76 jaar geleden al gesneuveld is, één van ons is. Wij vinden die gevoel van saamhorigheid heel belangrijk. En dat is ook de reden waarom we hem zelfs na zoveel jaren nog die militaire eer geven en de militaire begrafenis die hem toekomt. Maarten de Wit vertegenwoordigt zijn vader en moeder bij de ceremonie. Zijn ouders wonen ver weg en konden de reis naar Rhenen helaas niet maken. Maar hij heeft wel voor hun een herinnering. Ik heb de vlag die gebruikt is bij de ceremonie op de grafkist en de kwartiermuts mogen ontvangen. Die ga ik mijn ouders overhandigen. En niet alleen korporaal Martinus de Wit is vandaag herbegraven. Ook soldaat Pieter Saarloos heeft een plek gekregen op het militaire ereveld in Rhenen. Sint Maarten wordt steeds groter gevierd in de stad Utrecht. Het is niet alleen meer een feest waarbij kinderen langs de deuren gaan voor snoep. Nee, ook volwassenen doen mee. Op ruim 20 plekken organiseert de stichting Eet Mee, etentjes bij mensen thuis. En delen staat daarbij centraal. Als basis hebben we aardappeltjes genomen uit de oven. Het eten wat hier gemaakt wordt, ziet er duidelijk beter uit dan de gemiddelde studentenhap. De leden van deze christelijke studentenvereniging hebben zich uitgesloofd voor dit bijzondere diner. Ik vind het initiatief heel mooi. Ik vind het gewoon met de groep eten doen we elke 2 weken met het dispuut. En dat we nu daarbij via Eet Mee extra mensen kunnen helpen, zeg maar, of een fijne avond geven, dat vind ik sowieso heel mooi. Het initiatief komt van Stichting Eet Mee. In deze week voor Sint Maarten zijn er zeker 20 etentjes in Utrecht. Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. De studenten delen hun maaltijd met andere gasten. En zo krijgt het delen een nieuwe betekenis. Ik snap dat wel, omdat er toch wel een verharding is in de samenleving. En dan is het heel fijn als je zo'n verhaal hebt waarin het delen juist heel erg centraal staat. En daardoor verbindt het ook weer mensen.
dan ga ik nu echt iets vertellen over Sint Maarten. Ja, Sint Maarten, waarom is hij nou heilig verklaard? Niet alleen het eten, maar ook het gezelschap valt in de smaak bij de gasten. Ik voel me eigenlijk meteen thuis hier. Ze beginnen meteen tegen je te praten of ze hebben belangstelling in hetgene wat ik te vertellen heb. En ik luister wat hun weer te vertellen heb. Ook met de kookkunsten zit het wel goed. Hoewel, op de soep mag nog even geoefend worden. Een beetje waterig, dat was het enige. En ach, de afwas, die komt morgen wel. Ja, als u ook ergens aan wilt schuiven, dan kunt u terecht op de website van Stichting Eet Mee. Ad van Lient en Ton van den Berg zijn op zoek naar oude foto's van de stad Utrecht. De journalisten zijn bezig met een boek over hoe de stad is veranderd na de Tweede Wereldoorlog. En dit is ook een unieke, want dit lijkt, maar dit is dus City Bioscoop. Oh, dat is de operator. Ja, Ton en Ad hebben al heel wat foto's verzameld, voornamelijk uit archieven. Maar de geschiedenisfanaten willen dat graag aanvullen met foto's die bewoners zelf hebben gemaakt. Het boek moet het straatbeeld van Utrecht schetsen tussen 1950 en 1975. En dat heeft de voorbijganger natuurlijk het beste vastgelegd. De mensen zelf hebben foto's gewoon van hunzelf op straat. En dat is leuk. Gewoon de beleving van die tijd, van die periode, zie je op die foto's het meest terug ook. Je wil een beetje het accent leggen ook op het dagelijks leven in de stad. En dat is, dat is wel eens gezegd, de officiële fotografie is heel vaak van bovenaf. En de gewone mensen die maken de foto's vanaf de stoep. En dan zie je de stad vanaf de stoep. En dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt. De hele maand november zijn de heren nog bezig met het verzamelen van foto's. Dus mocht u nog wat kietjes uit die tijd in een oude schoenendoos hebben liggen, stuur ze vooral op. Met een competitieloos weekend voor de deur vanwege het Nederlands elftal had FC Utrecht een weekje vrij kunnen inplannen. Maar trainer Erik ten Hag koos voor een oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Internationals zoals Haller en Ayoub doen niet mee. Dat geeft ten Hag de kans om wat andere jongens aan het werk te zien. En die doen het best aardig tegen de nummer 9 van de Jupiler League. Jansen en Ludwig brengen Utrecht op een 2-0 voorsprong. En Ali Ulusoy, speler van Jong Utrecht, maakt er 3-0 van. Het wordt uiteindelijk 4-0 voor FC Utrecht. En de mooiste goal van de middag gemaakt door verdediger Mark van de Marel. En hoewel deze wedstrijd nog niet meetelde, deed het goed voor het zelfvertrouwen. Wij willen toch heel dynamisch voetballen. Met heel veel beweging en met heel veel diepte in het spel. En dat was uitstekend verzorgd met ook heel veel balbezit tegenstander met heel veel druk vooruit. Ja, dat hebben we allemaal heel goed omgezet. En als je dan creëren we heel veel kansen. En ja, het rendement, dat is dan nog een puntje van kritiek. De komende dagen is de ploeg vrij. En daarna gaat het zich voorbereiden op de wedstrijd tegen FC Twente. Gaan we naar de bank? Ja. En hier op de bank praten we straks met Felix over valpreventie voor ouderen. Maar eerst gaan we het hebben over de dag van de mantelzorg. Vandaag werd op 200 plekken in Nederland stilgestaan bij de taak van mantelzorgers. Vaak een zware taak. We praten erover met Irene Domburg, directeur van Handje Helpen. Voordat we naar die mantelzorgers gaan, heel even Handje Helpen. Wat doen jullie? Nou, wij zijn, het is ook wel treffend, 37 jaar geleden zijn er een groep ouders die kinderen met een beperking hadden, dus mantelzorgers, begonnen met een bakje met kaartjes erin van mensen die hen hielpen om het vol te kunnen houden. Ja. En Handje Helpen, zo heet onze stichting, zit nu in 17 gemeentes. En ik denk dat we dit jaar 1700 mensen helpen met studenten en vrijwilligers. En leveren we 140.000 uur ondersteuning. Ja, en, daarmee... en wij leveren dus ondersteuning aan mensen met een beperking en daarmee vaak ook aan de mantelzorger die daarbij betrokken is. Ja, wanneer ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger, daar kies je niet voor. Iemand in je gezin of in je omgeving of in je vrienden wordt ziek. En daar ga je voor zorgen, omdat je dat wil. Ja. En wat wij doen is met vrijwilligers, die kiezen daar wel voor. Die mensen met een beperking ondersteunen. En nou ja, noem maar wat, als je een gezin hebt met een kind met een kind zwaar autistisch, wat gewoon zwaar is als mantelzorger. Want je moet ook nog werken, je moet van alles en nog wat doen in deze maatschappij. Dan kan het ontzettend fijn zijn dat er een aantal uren in de week een vrijwilliger komt die met jouw kind wat leuks gaan doen. En dan kan jij of met je andere kind wat gaan doen, of even rust hebben, of wat dan ook. Ja. En dat is wat wij als Handje Helpen doen. Ja, er zijn heel veel mantelzorgers in onze regio. Heb je cijfers? Nou, volgens mij is er vandaag bekend geworden dat er in Nederland 4 miljoen zijn. En 1 op de 7 mantelzorgers is overbelast of zwaar belast. En dat zien wij ook, want wij krijgen heel veel vragen van mensen die zeggen, joh,
kunnen jullie ondersteunen met vrijwilligers? Ja, nou, de taak van zo'n mantelzorger die hebben wij van heel dichtbij kunnen bekijken. Want we mochten gisteren even kijken in een gezin. Voor mij is het normaal. 19 jaar oud is Tatewik en al sinds haar 8e helpt ze met de verzorging van haar broer. Ja. Het is dan wel even wennen en je gaat niet vaak met vriendinnen spelen. Maar een goede balans vinden is natuurlijk belangrijk en dat hebben we zoveel mogelijk geprobeerd. Haar broer heeft de ziekte van Duchenne. Door die spierziekte zit hij in een rolstoel. Hij kan niet alleen zijn en is blij met de hulp van zijn familie. Omringd door mensen die om me geven en willen helpen, zorgen. Dus dat is fantastisch. Ik ben er gewoon ook blij van. Tatewik gaat wel iets minder doen. Ze studeert nu in Leiden, zorgt voor haar broer en is ook nog vrijwilliger bij Handje Helpen. Een organisatie die mantelzorgers ondersteunt. Maar daar gaat ze nu even mee stoppen. Deur open, tafel verschuiven. Het is best wel zwaar, dus ik moet eerst even kijken hoe ik daar de balans in kan vinden. Hoe het met plannen, hoe dat gaat. En zodra ik ritme te pakken heb, dan ga ik zeker weer verder. En op kamers gaan, daar denkt ze niet aan. We zijn van elkaar afhankelijk, maar we zijn zo aan elkaar gehecht. Met het ritme, dat je dan, nou ja, dat ik mijn broer help en mijn ouders help. Dat ik zou het niet. Het is een grote zorg wat je met z'n allen moet doen. Dus om dan weg te gaan en de zorg alleen op mijn ouders te laten vallen, nee, dat zou ik niet kunnen doen. Taron zou niet zonder zijn familie kunnen. De beste plek is thuis en geen enkele andere plek kan datzelfde gevoel, dezelfde. De sfeer, hetzelfde ding creëren. Moet mijn ouders en mijn zus wel kunnen doen. En Tatewik wil het niet anders. Je denkt wel aan jezelf, maar minder. Het is vooral belangrijk dat het goed met hem gaat. Een waanzinnig lief filmpje. Je voelt de liefde van dit gezin voor elkaar. Maar ik voel eerlijk gezegd ook wel, door alleen maar die 2 minuten film, hoe zwaar zij het hebben. Ja, dat denk ik ook. Zien mantelzorgers dat zelf? Ze zegt het ook zelf, het is zwaar. Ja. Maar ja, als je van iemand haalt, ja, het is zoals het is. Dus je gaat gewoon, je doet het. Ja. En dan is het fijn dat je de weg kent. En dat formele zorgaanbieders ook de weg kennen. En de buurteams en de doktoren. Ja. Dr. Felix. Je spreekt hem aan, hè, eigenlijk. Ja. De weg kennen naar dit soort organisaties. Ja. Want niet alleen Handje Helpen doet dat, er zijn er natuurlijk meer. Die inderdaad die paar uur respijt kunnen bieden. Ja, hè, bijvoorbeeld een maatje voor haar broer. Het zal in dit geval niet, want zij kent Handje Helpen. Maar waardoor moeder of dochter of zus of wat dan ook gewoon even wat lucht. Ja, Felix, zie jij veel overbelaste mantelzorgers? Ja, best wel. Ja. En we hadden het er net even over bij de smink. Dat je, ja, als dokter zie je meestal de patiënt. Ja. En iemand komt met overbelasting. Maar je hebt natuurlijk te maken met hier heel veel jongeren ook. Hè? Want dat is een beetje onbelicht. Maar we hebben het natuurlijk over de ouderen. Als je nou de ouderen kijkt of de demente partner bijvoorbeeld. En dan is de partner die nog voor die demente partner moet gaan zorgen. Ja, die is vaak echt overbelast. Is er ook nog een verschil tussen culturen? Want dit was volgens mij een gezin met een andere culturele achtergrond, een andere etnische achtergrond. Dat daar meer mantelzorg, dat het gewoner is in zo'n gezin? Wat wij ervan zien is inderdaad in andere culturen dat er meer voor elkaar gezorgd wordt. Maar ook daar zijn de problemen. Kijk, het volhouden is gewoon soms een probleem. Of soms, regelmatig. En gelukkig zijn er dan ook instellingen die dan wat meer in die culturen hun informele zorg bieden en hun vrijwilligers hebben. Maar daar wordt wel meer gezorgd. Zou het niet zo moeten zijn dat je eigenlijk Handje Helpen? Het is natuurlijk geweldig, hè? Jullie het doen. Maar in feite zou het zo moeten zijn, denk ik even aan de andere culturen in Italië, Spanje, waar mensen bij elkaar wonen, dat je dat niet eens nodig hebt. Maar dat je met elkaar als gemeenschap zegt dat je dit opbrengt. Maar dit zijn gewone mensen. Die vrijwilligers zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Ja. Trouwens, ik ben zelf ook vrijwilliger. En dan zie je ook hoe mooi zo'n driehoek is. Ik was vrijwilliger bij iemand met MS. En ik werd gematcht van wat vind ik leuk. Nou, ik vind praten leuk. En die man vond ook praten leuk. Dus ik werd bij hem gematcht. Dus ik ging daar 1 keer in de 14 dagen 3 uurtjes zitten kleppen.
En hij had het leuk, ik had het leuk, want ik kreeg een inkijkje in een leven van iemand waar ik normaal niet zou komen. En zijn vrouw was ontzettend blij dat zij gewoon even wist dat hij een leuke tijd had. En dat niet alles om haar heen hing. Ik ga je heel even onderbreken, want je praat er vol passie over. Je bent zelf ook vrijwilliger. Ja. Je hebt vast meer vrijwilligers nodig. Ja, wij hebben heel veel vrijwilligers nodig. Ja. En het leuke is dat iedereen vrijwilliger kan zijn. En wat is jouw hobby? Hardlopen? Ik loop wel hard. Ik klets ook wel heel graag. Buiten hardlopen of schilderen of wat dan ook. Wij hebben altijd kinderen met een beperking die het leuk vinden om iets creatiefs te doen. Dus het gaat ook om wat je als vrijwilliger wil doen. En wij matchen dat wel een soort met degene waar jij dan blij van wordt en waar de mantelzorger dan ook mee geholpen is. Aanmelden via handjehelpen.nl? Graag. Er staan heel veel open vragen en dan kan je precies zien wat je leuk vindt. Mooi. Felix, vallen en ouderen. Ja. Er vallen er een heleboel, hè? Ja, enorm. Als je het bekijkt, iedere 5 minuten meldt zich ongeveer 6 ouderen zich op de eerste hulp. Die gevallen zijn. Ja. En het zijn ongeveer 40.000 mensen die opgenomen worden per jaar. 80.000 die eigenlijk naar de eerste hulp gaan. Dus het is echt een hoop. Ja, en vaak vallen mensen in huis. En we hebben een heel mooi plaatje van een dame in huis. En dan moet jij eens vertellen wat er nou eigenlijk misgaat bij deze mevrouw. Wat je vaak ziet bij ouderen, die komen van een groter huis, die komen in een bejaardenflat. Nou, dit is nog wel een redelijk huis, want ze kan nog naar buiten kijken. Maar je ziet dat er heel veel meubels staan. Ja, dus het is vol. Je wil graag de dingen van vroeger wil je meenemen. Maar als we ouder worden, wordt de spierkracht minder. We zijn minder stabiel. Dat betekent dat je, als je er doorheen moet schuiven, dan kan je eerder vallen. Je ziet daar nog een vloerkleedje liggen. Vloerkleedjes zijn uit den boze. Drempels zijn uit den boze. Dat betekent dat deze mevrouw... Heeft ze nou een stok? Volgens mij heeft ze nog wel een stok. Nou, volgens mij is het de lamp. Ze pakt de lamp vast, joh. Maar dat bedoel ik. Kijk, vaak zie je ook toch de ijdelheid van die ouderen. Ja. En die willen niet achter die rollator. Terwijl ik denk, hoe pak nou alsjeblieft die rollator of die stok? Want dan betekent het dat je in ieder geval stabieler staat. Ja. 'S avonds, als je naar bed gaat en je wil naar het toilet... Vaak moeten ze er vaker uit. Zorg ervoor dat het gangpad waar je naartoe moet verlicht is. Zorg ervoor dat je niet direct gaat opstaan, want de bloeddruk is anders. Ja. Betekent dat ze sneller nog even wat duizelig zijn. Allemaal goede tips. Ja. Nou heb je ook van die cursussen waarin je leert vallen. En daar zijn we lang geleden al eens geweest. Laten we even nog kijken. Maak u helemaal klein. Valtraining voor ouderen. Het klinkt misschien een beetje betuttelend, maar deze deelnemers zijn er maar wat blij mee. Je wordt ouder en wiebeliger. En dan is het toch wel lekker dat je weet hoe je eigen een beetje op moet vangen. En dan rol je als het ware naar achter. Mevrouw Vernooy deed de training vorig jaar ook al. Ze is er dagelijks mee bezig. Nou, vooral rechtop lopen en vooruit kijken en niet naar de grond. Of dat er onevenheden zijn, maar juist rechtop. En dat merk ik ook, dat ik dan makkelijker loop. Hoe zinvol zijn dit soort cursussen? Zinvol. Ja. Spierkracht, trainen, zorgen dat je het aan kan. En ik zou zeggen, gewoon ook naar mensen die ook ouders hebben, die ouder zijn. Lopen eens gewoon een keer even de flat door. Kijken of er nog onevenheden zijn. Want het voorkomt zoveel. 2500 doden per jaar door vallen is echt een hoop. Ja, dankjewel. Goed punt om op te letten. Zeker. Ja. Ja, iets heel anders dan. Want kent u ze van die tekeningen op straat? Waar het lijkt alsof je over een gammel bruggetje loopt. En daar zit dan een ravijn onder. Van die 3D-tekeningen. Ja, die kennen we. Ja, de Doornse kunstenaar Remco van Schaik. Die maakt nu een heel speciale. Een enorme 3D-tekening van een neushoorn. En hij voert hiermee actie tegen de illegale handel van de horens. Die erg geliefd zijn in Vietnam. Waar je nu staat, sta je op het goede punt. Dus nu zie je al een beetje het effect van wat het gaat worden. Je ziet het al een beetje, maar uiteindelijk moet de tekening er zo uit komen te zien. 3D, zodat die levensecht lijkt. En dat doe je door de tekening als het ware uit te rekken. Ja, dat langgerekte dat gebruik ik om die optische illusie te maken. Ik rek hem uit als het ware. Dus als je dan voor de tekening gaat staan, dan lijkt die 3D. Maar als je van de zijkant ziet, dan zie je eigenlijk een hele gekke vervormde tekening. Deze neushoorn verhuist straks naar het Vredespaleis in Den Haag. Daar is volgende week een speciale hoorzitting over de illegale handel in het hoorn van neushoorns. Elk jaar worden er 1300 van deze dieren gestroopt en vervolgens verhandeld in Vietnam. Daar is het hoorn razend populair. Het wordt voorheen op allerlei manieren gebruikt voor allerlei kwalen.
eeuwenoude tradities. Maar nu wordt het echt eigenlijk met name gebruikt als anti-katermiddel. Wat natuurlijk belachelijk is, want het werkt helemaal niet. Maar dat is omdat men wil showen dat je veel geld hebt om dat product te kunnen kopen. En dan in kleine kring gebruiken. Maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Nou, ik moet nu even kijken hoe ik dit gedaan heb. Remco wil met zijn neushoorntekening aandacht trekken. In Bangkok deed hij dat ook al door deze olifant te tekenen. Daarmee kreeg hij zelfs internationale aandacht. Dat moet met een neushoorntekening ook gebeuren. Dus dat mensen erop gaan staan voor een foto, dat ze van elkaar foto's maken. En dat die foto dan ook een beetje verspreid wordt. En dan gaan mensen het erover hebben van, hey, hoe kom jij in één keer op zo'n neushoorn? Nou, ik was in Den Haag, daar en daarvoor. Dus dat het op die manier een beetje gaat leven, om het op een leuke manier onder aandacht te brengen. Het is nog wel even doorwerken voor de kunstenaar. Want volgende week moet de tekening bij het Vredespaleis in Den Haag liggen. Het weer. Vanavond kunnen er nog buien vallen. In de loop van de nacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 2. Morgen periode met zon en bij weinig wind wordt het dan een graad of 5. En de dagen daarna wolken en af en toe zon. De nachten zijn fris met temperaturen vaak net onder het vriespunt. En overdag wordt het dan een graad of 5-6. En in plaats van een weerfoto kregen wij deze vrolijke weervideo binnen. Het zijn de bladblazers van de Biga-groep in Zeist, Bunnik en De Bilt. Ze zijn een slechte imago zat en ze maakten daarom dit filmpje om te laten zien dat ze vooral geen leunende schoffelaars zijn, maar juist heel hard werken. Ja, heeft u ook een mooie weervideo of foto? Mail die dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Onze gasten waren Irene Domburg en Dr. Felix. We hadden het over het ontlasten van mantelzorgers en niet vallen voor ouderen. Fijn dat jullie er waren. Ja, we zijn er doorheen. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En wij zijn er morgen weer. Nog een hele fijne avond. Tot dan. Dag.